Hoi, Treeft. Welkom bij jouw reading. Nou, we gaan kijken wat er voor boodschappen naar boven komen voor jou vandaag. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, dan kan het via mijn website. Ik heb op dit moment een kortingsactie tot en met 30 november. We hebben ook wat items in onze webshop die je hier ziet. Armbandjes, hier mijn cadeau setje. Een hanger en een armbandje, stenen. Dus je kan een kijkje nemen op de website. Staat allemaal gelinkt in de beschrijving van deze video. Nou, we gaan kijken. Is dit de ware? Kan dit de ware zijn? Pentakels 8. Zwaarde 2. En de pentakels 3. Dus dit kan zeker de ware zijn. Wat ik zie is dat er door deze persoon een aantal keuzes moeten worden gemaakt. Nou kan het zo zijn dat bijvoorbeeld deze persoon volwassen moet worden. Dat het punt is hier. Dat deze persoon volwassen moet worden en moet opgroeien eigenlijk. En als dat lukt, dat zeker de ware kan zijn. En dan is er een hele sterke groei mogelijk en stabiliteit zien we ook hier. Kan het een lange termijn relatie zijn worden? De magier. De dood. En de zwaarde 7. Er is een grote transformatie nodig hier. En dat is vooral in deze persoon. Ik denk dat het iets meer is dan alleen opgroeien, dan alleen volwassen worden. Er moet heel veel gebeuren in deze persoon. Die moet een hele transformatie doorlopen. En dat gaat lukken, zien we, met de magier. Het gaat succesvol zijn. Het is iets wat deze persoon zelf moet doen. En dat kan natuurlijk heel erg lastig zijn. Wat werkt er tegen? Kracht. Pentakels 2. En de duivel. Ja, dat is dus precies wat we net zien. Wat werkt er tegen? Dat is de kracht van deze persoon. Dat is wat er in deze persoon zit. Wat er in jouw geliefde zit. En dat kan die persoon alleen zelf dus veranderen. En dat is dus ook wat er tegenwerkt, want het is iets wat jij niet kan doen, waar je niet eens bij kan helpen. Het is iets wat deze persoon helemaal zelf moet doen en dus ook zelf moet willen, omdat er iets is wat diegene moet veranderen. En dan zou het zelfs kunnen dat we te maken hebben hier met verslavingen of zoiets. Oh, sorry. En dat dus hetgeen is waar die persoon aan moet werken en waarom diegene zo sterk moet zijn en het zelf moet doen. Nou, wat werkt in het voordeel? Zwaarde 8. Gehangene. En de
de koning van staven. Ja, dus wat we zien is dat... kijk, wat werkt in het voordeel? Dat is vooral de tijd eigenlijk. Dus dat er is tijd. En de tijd is zelfs nodig. Dus die tijd die werkt in het voordeel. De tijd dat er nu niks gebeurt, dat het vaststaat, dat er eigenlijk geen vooruitgang is, werkt in het voordeel. Want dat zorgt ervoor dat deze persoon extra motivatie heeft om aan zichzelf te werken. Hè? Wat kan jij doen om te helpen, om de situatie te helpen? De bekers 8. Koning van kelken. En zwaarde 3. Ja, eigenlijk wat jij kan doen, is afstand nemen. Voor jezelf kiezen. Want deze situatie geeft jou op dit moment pijn, verdriet. Als jullie op dit moment in een relatie zouden zijn, dan vind je daar niet genoeg van wat je nodig hebt. Dus dat geeft pijn en verdriet. Dus wat jij kan doen is afstand nemen. En wachten tot wel de juiste tijd is. Wat moet die ander doen om met jou samen te kunnen zijn? De ster. Matigheid. En de hoge priester. Dus ja, heel erg belangrijk dat deze persoon gaat helen, hè, van dat wat er aan de hand is met hem of haar. En in balans komt en luistert ook naar die stem van het universum, luistert ook naar die intuïtie. En als dat lukt en die balans is er, die transformatie is doorlopen, zeg maar, dan is er een vaste relatie zeker mogelijk. Maar het hangt dus aan een hoop dingen, hangt het vanaf. Die eigenlijk allemaal aan de kant van deze persoon liggen. Zullen jullie gelukkig zijn samen? Zwaarde 5. Beker 7. En de koningin van zwaarden. Zullen jullie gelukkig zijn samen? Ja, ook dit hangt dus van een hoop dingen af, hè? Ik heb geen simpel ja of nee antwoord, helaas. Want wat ik zie is dat dit probleem wat er is, er nog even gaat blijven. Dus het hangt van een aantal dingen af of dit gaat lukken en of jullie dus gelukkig zullen worden samen. En een hele hoop van die dingen liggen dus bij deze persoon. Dus het is zaak voor jou om beslissingen te nemen die goed zijn voor jou. Ook al betekent het dat je afstand neemt op dit moment. De toekomst ligt eigenlijk nog open. We zien de mogelijkheid tot een vaste relatie. Ik zie ook dat de gevoelens die deze persoon heeft oprecht zijn. Dus deze persoon houdt van jou. Maar er is iets, een probleem waardoor het op dit moment niet gaat lukken en alleen deze persoon kan het probleem gaan oplossen. En moet daarvoor heel sterk zijn. Dus dat is waarschijnlijk waar diegene ruimte voor nodig heeft. Dus geef die ruimte. Hoe meer jou dat lukt, hoe makkelijker het deze persoon afgaat. En dan liggen er hele mooie mogelijkheden voor jullie in de toekomst. Dus ik voel dat alle boodschappen waren op dit moment. Dus ik wens je heel veel succes toe met alles. En tot de volgende keer. Oké, dag.